discussie hier bij de VVD over onderwijsminister Dennis Wiersma. Wiersma ligt onder vuur. Hij zou grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond richting medewerkers. Ook woedeuitbarstingen heeft hij gehad. En niet alleen gebeurde dat als minister van Onderwijs, maar eerder ook toen hij staatssecretaris van Sociale Zaken was. En ook nog als Tweede Kamerlid van de VVD. We zijn hier nu bij de Tweede Kamerfractie aangekomen, want we hebben begrepen dat Wiersma hier vanochtend heeft gesproken met de Tweede Kamerleden van de VVD. Nou, Dennis Wiersma heeft ons of mij gevraagd of hij vandaag even langs mocht komen in de fractie. Om met ons naar aanleiding van alle publicaties van de afgelopen weken in gesprek te gaan. En ik vind het ook belangrijk, want het gaat over een veilige werkomgeving. En het gaat over dingen die ook bij de VVD-fractie gebeurd zijn, waardoor medewerkers, oud-medewerkers zich niet veilig hebben gevoeld. Dus ik vind het ook voor hen en voor ons als fractie, voor de werkgever die wij hier ook zijn, voor al die mensen belangrijk dat we dat gesprek ook voeren. Dat hebben we dus vanochtend gedaan. Dennis is op enig moment weggegaan. Toen is onze fractievergadering gewoon doorgegaan. Dus ik heb nog helemaal niet zelf contact daarna met hem gehad. Dat wil ik echt eerst even hebben. En daar laat ik het dus voor dit moment even bij. Maar wat vindt de fractie dat... Is zijn positie houdbaar? Is dit het? Heeft geen telefoon? Dit is wel een heel opmerkelijk moment. Sophie Hermans, de fractievoorzitter, die kwam hier even naar buiten. Die zei dat Dennis Wiersma langs is gekomen om de Tweede Kamerleden daarmee te praten. Ze zei heel kort dat ze nog niet na afloop ook met Dennis Wiersma heeft gesproken. Ik moet er bijna even om lachen, want het was heel onwerkelijk. En daarna is weer de deur dicht en is er helemaal niks met ons gedeeld. Dat er spanning zit op deze zaak, dat is wel duidelijk. Hallo. Wat heeft u met minister Wiersma gesproken? Ja, ik heb zojuist met Dennis Wiersma gesproken naar aanleiding van het gesprek wat wij vanochtend in de fractie met hem gevoerd hebben. En daarin heeft hij voor twee dingen zijn excuses aangeboden. In de eerste plaats, en dat vind ik ook het allerbelangrijkste, excuses aan medewerkers en oud-medewerkers van de VVD die zich door zijn gedrag onveilig hebben gevoeld. En in de tweede plaats excuses aan de VVD-fractie door de lelijke situatie waarin we in de afgelopen periode terecht zijn gekomen. En ook dat, het effect dat dat weer heeft op die oud-medewerkers die zich onveilig hebben gevoeld. De fractie vertrouwt erop dat Dennis alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat dit gedrag, waardoor mensen zich onveilig hebben gevoeld, tot het verleden behoort. En ik vind dat zelf echt ongelooflijk belangrijk, omdat ik er hier als fractievoorzitter van de VVD heel veel waarde aan hecht. Dat iedereen die hier werkt bij onze fractie dat op een prettige en veilige manier kan doen. Dank u wel. Maar dat kan dus niet uiteindelijk. Mevrouw Hermans, is zijn positie nou houdbaar? Een heel gek gesprek was dit. Het was zeg maar gewoon een gek gesprek. En dit is deel 2 van een opmerkelijke verklaring van Sophie Hermans, fractievoorzitter van de VVD. Hallo? Want ze heeft zojuist dus weer kort een verklaring gegeven. Ze heeft gezegd dat Wiersma tekst en uitleg heeft gegeven. Maar ja, het bleef bij één verklaring en de deur ging weer dicht. Dus dit wordt ongetwijfeld vervolgd. Meneer Rutte, wanneer hoorde u voor de allereerste keer van grensoverschrijdend gedrag van Wiersma? Ja, dat is echt tussen mij en... En Dennis, we hebben erover gesproken. Maar voordat hij minister werd? Luister, dat is echt tussen mij en de minister. Dat is echt persoonlijk. Maar het is wel relevant, want anders zou... Ja. Ja, maar weet u, er zijn nog een paar dingen die ik ook probeer een beetje in het vertrouwelijke te houden. Hoe vaak mag een minister over de scheef gaan voordat de maat vol is eigenlijk? Ik denk dat het heel belangrijk is dat Dennis heeft gezegd, ik wil hier aan werken. Ik wil dit oplossen. Hij zich ook diep schaamt wat er gebeurd is en terecht. En ik vind het ook belangrijk dat iemand dan de kans krijgt om dat te doen. Ja, maar in andere sectoren zijn mensen opgestapt. Meneer Rutte.